In deze donkere dagen is het altijd fijn je hart eens uit te storten. Ook uw verslaggever dan de proef op de som. Nu ik wat dingen doe die ik echt leuk vind, zeg maar, dan gaat dat alles vanzelf een stuk bij. Ja, op een gegeven moment zit je in een vaste termine, blijf je hangen met... het werk vind je niet meer zo leuk. Privé gebeuren soms wat dingen. En dan, sinds ik eigenlijk met journalistiek meer aan de slag ben gegaan, is het ook met mezelf een stuk beter gegaan eigenlijk. Dus, niet dat het ervoor heel slecht ging of zo, maar als je in die zin in je leven meer dingen gaat doen die je echt leuk vindt, waarmee je hart bij ligt, dan voel je jezelf op een gegeven moment ook een stuk beter in je vel zitten. In de speciaal geplaatste camper kan iedereen zijn verhaal doen. Op een laagdrempelige manier bij een professionele toehoorder. Maar waar komt het initiatief vandaan? Ik heb zelf een landelijk coachingsbureau. En daarin merk ik gewoon dat mensen die bij mij komen, hun eerste gesprek, dat mensen daar enorm opluchten. En toen dacht ik van nou, daar wil ik gewoon iets mee. En dus toen heb ik met Sociale Zaken in Breda, die waren erg enthousiast, zijn we samen dit initiatief Nederland Lucht Op begonnen. Het project is ook gekozen voor in deze tijd, waarin mensen gewoon heel erg op zichzelf zijn aangewezen. Waar de overheid steeds minder kan betekenen voor burgers. En waar je dus steeds meer dingen gewoon zelf uit moet zoeken, zeg maar. Waar het toch gewoon fijn is dat je toch nog een keer gewoon gehoord wordt. Er is speciaal voor een wat rustiger locatie gekozen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zijn verhaal kwijt te kunnen. De meeste bezoekers gaan vaak al met een bepaalde gedachte de camper in. Ja, vaak is het dat mensen denken, ik kom met dit onderwerp en dat wil ik heel graag kwijt. Vaak is het er toch wel ook wel meer dingen inderdaad die dan ter sprake komen. Veel over werk, ook veel over relaties. Die doet het altijd, is toch belangrijk iets in een mensenleven. Mensen zijn vaker getrouwd geweest. De gekste dingen komen voorbij. Ja. Ja. Dus de emotionele muren worden doorbroken hier en de zaktisjes ligt klaar in de bus. Ja, precies. Ja. En ieder mens zijn verhaal. Iedereen heeft wel iets wat hij toch een keer graag kwijt wil. Ja. Met tissues, ja. De camper trekt door heel Nederland. Wilt u ook uw ei kwijt in deze donkere tijd? Kijk voor meer informatie op www.nederlandluchtop.nl.